Museumpark Orientalis, Heilig Land Stichting. Op het Museumpark Orientalis besteden ze aandacht aan de achtergronden en tradities van de drie grootste godsdiensten in het Midden-Oosten: het Jodendom, Christendom en de Islam. De naam Orientalis verwijst naar het woord Orient, dat Midden-Oosten betekent. Daarnaast is het Orientalisme een kunstvorming. De oorsprong van het museumpark gaat terug naar 1905. In dat jaar bezochten priester Arnold Suys, architect Jan Stuit en kunstenaar Piet Gerrits gezamenlijk het Heilig Land. Het drietal was zo onder de indruk dat ze deze beleving ook mogelijk wilden maken voor Nederlanders die niet af konden reizen naar het Midden-Oosten. Jarenlang verbleven zij in Palestina en Jordanië. Zo probeerden ze een beeld te krijgen van het leven in de Bijbelse tijd. Bij terugkomst richtte priester Arnold Suys in 1911 de Heilig Land Stichting op. Midden in het bos bij Nijmegen verrees het pelgrimsoord voor gelovigen. Vooral kunstenaar Piet Gerrits speelde bij de bouw, decoratie en inrichting een belangrijke rol. Hij bouwde replica's van gebouwen uit het Midden-Oosten, ontwierp glas- in loodramen en maakte beelden en mozaïeken. De bezoekers konden met eigen ogen het landschap uit de Bijbel zien en het levensverhaal van Christus volgen. In de Tweede Wereldoorlog komt de Heilig Land Stichting voor de eerste keer in financiële moeilijkheden vanwege de wereldwijde crisis. In 1944 verloor de geestelijk vader van de Heilig Land Stichting, Piet Gerrits, door krijgshandelingen een arm en een oog. Niettemin bleef zijn betrokkenheid groot. In 1955 voltooide hij zijn laatste grote werk, de Bergrede. Het Museumpark Orientalis is al lang niet meer het museum over de Bijbel. Eind vorige eeuw maakte het museum zich na veel heibel los van de katholieke kerk. Het park werd een multireligieus museum. Er kwam ook aandacht voor de Egyptenaren, de vroege Romeinen en de islam. Om het een multireligieus karakter te geven, bouwde men een moskee. Prinses Maxima opende de moskee. De gebouwen uit de beginjaren, die dus meer dan 100 jaar oud zijn, werden in 2003 aangewezen als rijksmonument, zoals de Grot van Bethlehem, het Paleis van Pilatus, het dorp Nazareth en de Oosterse Herberg. In 2010 en 2011 zijn deze monumenten voor ruim 10 miljoen euro gerestaureerd. Bijzonder is dat het beeld van de blinde Bartimeus al 100 jaar op dezelfde plek staat in het park. Financiële problemen, samen met verschillende ideologieën, bedreigden wederom het voortbestaan van het museumpark. Maar ook deze problemen werden overwonnen. Gelukkig zit het museum weer in de lift. De bezoekersaantallen stijgen ieder jaar. Er werden een aantal nieuwe elementen aan het park toegevoegd, zoals Romeinse speeltoestellen voor kinderen en het kunstwerk Toren van Babel. Sinds 1992 bewonen figuranten regelmatig de locaties in het museum, zodat je een levendig beeld krijgt van het dagelijks leven in het Midden-Oosten. Kijk, Cleopatra zit weer eerste rang. Gelukkig steekt ze de duim omhoog, zodat de gladiator mag blijven leven. Oh nee, toch niet?